Joel Beukers is een van Nederlands grootste autoverzamelaars. Wij zijn ondertussen zelf de tel kwijtgeraakt. Hoeveel auto's denk jij dat hij in totaal heeft? Zorg ervoor dat je hele video kijkt om daarachter te komen. Welkom bij Potje Goud. Je kent het wel. Op een zomerse dag een lekker rondje rijden in je eigen auto. De een gaat er alleen mee van A naar B. En de ander stopt zijn hele salarisstrook in het pimpen van zijn bolide. Voor Joel Beukers komt er zelfs nog meer bij kijken dan alleen een rondje rijden. Hij moet namelijk eerst nog kiezen welke auto hij pakt. Van de welbekende 6x6 tot de Fiat Multipla. In deze video scheuren we, in chronologische volgorde, langs de hele autocollectie van Joel Beukers. De gouden Maserati met V8 motor, waar het allemaal mee begon. In deze auto is dan ook schandalig veel V2 genuttigd. Ondanks dat er veel emotionele waarde aan deze auto zit, hebben we hem al een lange tijd op YouTube moeten missen. Begin 2017 werd deze auto namelijk beklad en bekrast door een stel hele kleine spelers. Welke man wil er nou geen auto om lekker mee te crossen? Het is de ultieme droom voor veel mannen om in een stoere wagen door een modderig terrein of over een verlaten weg te scheuren. Joel Beukers heeft erom een BMW X5 aangeschaft om hier zich lekker mee te misdragen. Je kent het vast nog wel van alle Break the Week afleveringen, waarin Team Goud dwars door Dixies, jacuzzis en complete caravans heen scheurde. Hier de eerste supercar van het rijtje, de Ferrari 812 Superfast. Deze gaat net zo snel als jij met een scoopie in de gym, want deze gouden Ferrari beschikt over 797 pk. Dit Italiaanse paardje kost nieuw €440.000 en gaat binnen 2,9 seconden naar de 100 km per uur. Met als topsnelheid 340 km per uur. Het lijkt wel een Formule 1 auto, hé. Wisten jullie dat Joel Beukers nog een Italiaanse exoot in zijn collectie heeft? Hij is een tijdje in handen geweest van een stel gelukkige groeimaten. Maar hij is inmiddels weer terug bij Joel. Dan hebben we het natuurlijk over de Fiat Multipla. Deze auto, die als giveaway stunt diende, is helemaal over de top getuned. De 6 zitplaatsen, een dik autosysteem, de gouden wrap en een gruwelijke spoiler zorgen ervoor dat hij lekker opvalt op de weg. Maar of dat een goed teken is? Op nummer 5 hebben we de Mercedes 560 uit 1991. Deze klassieke Mercedes kon je vroeger alleen als politiek leider bestellen. Met zijn 5,5 liter V8 en de benzineprijzen van tegenwoordig zal het in ieder geval niet goedkoop zijn om deze te rijden. De Chevrolet Impala. Deze lowrider brengt een flinke dosis klasse en nostalgie aan het wagenpark van Joel. Toen de snelheidslimiet in Nederland naar 100 km per uur ging, besloot Joel de klassieker aan te schaffen. Deze wagen kostte €90.000 en beschikt over een V8 motorblok die zorgt voor 480 pk. Uiteraard met Hadrellix kit. En dan nu het pronkstuk van Joel Beukers, de Mercedes 6x6. Een vierwieler kunnen we deze auto niet noemen, hij heeft er namelijk 6. Met deze auto zette Joel Beukers heel Nederland alweer op zijn kop. Dit gouden monster weegt bijna 4 ton en is bijna 6 meter lang. Om deze auto te besturen heb je zelfs een vrachtwagenrijbewijs nodig. En die had Joel ook nog niet. Na het behalen van dit rijbewijs kon Joel Beukers met dit gevaar over de wegen van Nederland heen scheuren. De 6-wiel aangedreven scootmobiel beschikt over 540 pk, dat afkomstig is van een V8 biturbo motorblok. Voor we verder gaan naar de 5 meest recente aankopen van Joel, willen we je snel vragen wat je van ons kanaal vindt. Laat vooral even een comment achter en wil je op de hoogte blijven van alles rondom Joel Beukers, Clean Nutrition en Team Goud? Zorg dat je abonneert op Potje Goud en een like achterlaat op deze video. Abonneer nou voor een grotere chest. Dat is gratis. Uiteraard mag Dionne's auto ook niet ontbreken. Voor haar 27e verjaardag gaf Joel haar namelijk een Range Rover Sport. Oké, hij is eigenlijk niet van Joel, maar hij staat zeker wel op de oprit. Daarom rekenen we deze auto gewoon mee in ons lijstje. Naar eigen zeggen is deze auto volgens Joel en Dionne dé perfecte auto om de kinderen mee naar school te brengen en om boodschap te doen. Joel Verstappen? Hoe komt Joel in godsnaam aan een Formule 1 auto? Is het überhaupt een Formule 1 auto? Schijnbedriegt, want het is een oude A1 GP auto. Dit lijkt voor ons nog als de dag van gisteren, maar het is alweer eind 2022 dat Joel de Audi R8 Twin Turbo bekend maakt op zijn kanaal. Het duurde even voor alle modificaties aan deze auto voltooid waren, maar in november kon Joel eindelijk met zijn 1250 pk de autobaan op. Lang duurde het feestje niet, want door problemen met de koeling haalde de auto niet zijn topsnelheid. Inmiddels staat hij daarom weer bij de garage. Begin 2023 kwam Joel alweer met een nieuwe aankoop, de Dodge Charger uit 1969.
Dit is pas een echte auto. Deze bak kostte meer dan 120.000 euro en beschikt over 840 pk. Zuinig doen met zo'n klassieker, zou je zeggen? Joel niet. In de bekendmakingsvideo drift hij er gelijk op los. Deze auto zorgde misschien nog wel voor de grootste ophef. Dan hebben we het natuurlijk over de Tesla Model S Plaid. Deze auto heeft 1020 pk onder de kap. Dat betekent dat Joel Beukers een paar extra supplementjes moet nemen als hij vanuit stilstand wegsprint. De krachten die je nek moet verwerken om hoofd en romp bij elkaar te houden zijn enorm. In 2,8 seconden zit hij namelijk op de 100 km per uur en de topsnelheid is 322 km per uur. De kleur van de auto is solid black, een optie van 1800 euro. De velgen zijn geüpgraded voor 4900 euro en ook het crème interieur is een upgrade van 2500 euro. Dit heeft hij naar eigen zeggen gedaan, zodat je dan de scoops niet ziet. Maar in de eerste video met de Tesla blijkt wel anders. Uiteraard kunnen we de meest recente aanwinst van Joel niet vergeten. Hij heeft namelijk zijn geliefde Lamborghini Urus teruggekocht. Tijdens de COVID-lockdowns nam hij zijn Urus graag mee op avontuur, zoals een aantal keer over de PC Hoofdstraat. Hoewel daar wel meer indrukwekkende auto's op en aanrijden, viel die van Joel nogal op vanwege de kleur. Als de zon zich even liet zien, werd het winkelend publiek haast verblind door de gouden wrap. Dit is even van goud gaan of niet, groeimaatjes. Dit keer is hij direct na aankoop vertrokken naar Gerlos. Een rit waar je normaal wel een uur of 10 voor uit kunt trekken, wist Joel te rijden in slechts 6,5 uur. Wij zijn in ieder geval blij om te horen dat een van onze favoriete auto's terug is. Zo, 13 auto's dus. Of missen we er nog één? Tijd voor ons om even bij te tanken. Welke vierwielen moet Joel nog zeker aan zijn wagenpark toevoegen? Laat het weten in de comments en hopelijk zien we je weer in een volgende video. Groei lekker!